Deployer is Carlos. Hij is onder meer veroordeeld voor onttrekking aan het ouderlijk gezag en geweldplegingen en zit op dit moment het laatste deel van hun gevangenisstraf uit. Carlos weet haarfijn uit te leggen hoe Poyers tegenwoordig te werk gaan op social media. En hij vertelt mij hoe hij minderjarige meisjes ronselde op internet. En waar lette je dan op als je die berichtjes stuurde? Wat voor meisjes koos je daarvoor uit? Ik ga dan kijken naar profielen van meiden die weinig foto's hebben van zichzelf, die er lelijk uitzien. Of waarvan ze wel veel foto's hebben, maar op de meeste foto's alleen staan. Dus zonder familie of zonder een groep vrienden. Ja, dat zijn nou net de mensen eigenlijk die het meest kwetsbaar zijn. Ja, daar jagen we gewoon op. Ja, en dat werkte dus? Ik ging zover met ze dat ik eigenlijk eerst zei in eerste instantie van dat ik ze leuk vond, dat ik verliefd op ze was. En dat was eigenlijk voldoende om ze zelf te nemen als eerste. En daarna... Als hij seks met ze heeft, maakt Carlos filmpjes. En daarmee chanteert hij zijn slachtoffers. Ik had foto's, ik had video's. En meestal deden de meiden wel wat we wilden. Maar de meiden die echt eigenlijk heel erg koppig waren en die niet gingen luisteren, ja, daarvan zette ik eigenlijk gewoon de foto's online. Je familie ziet het, de vrienden van je ziet het, je hele netwerk ziet het. Ja, dan durf je op een gegeven moment niet meer terug te gaan naar school. Je durft niet naar de winkels te gaan. Maar dat is dus wel gewoon een consequentie. Als je niet luistert, ja, dan moet je maar voelen in die zin.